Ja, echt gewoon pure blijdschap. Als we, je ziet dat we denk ik geen goede wedstrijd spelen. Eerste helft. En echt door samen als team te knokken. Want dat voelde ik wel in de groep. De jongens zeiden ook tegen elkaar, Funzo zei het nog. Houd het gewoon vast, blijven knokken. En uiteindelijk gaat het mee zitten. En dan zit het ook mee naar de eerste goal. En dan mag ik die tweede maken. En dan weet je dat je redelijk goed zit. Dus dat is echt blijdschap. Ja, ik merk dat de blijdschap iets groter is dan na een, laten we zeggen, reguliere overwinning. Komt dat omdat je op 29 punten staat? Omdat je misschien wel veilig bent? Goed. Sowieso wisten we vandaag. Kijk, je kan echt grote stappen maken vandaag. En dat zie je ook als je nu op de ranglijst kijkt, wat dit betekent. En, dit geeft zoveel lucht naar de toekomst toe. En de wetenschap dat je, dat je slechte wedstrijden, dat je het kan keren, dat je het kan afmaken. Want daar schort het wel eens aan, dit seizoen nog. Ja, en we maken denk ik twee prima goals. Leuke actie van Dico, goede, prachtige actie van Jordi. Dat moet ook even gezegd worden. Als we zo kunnen winnen, prima. We moeten gewoon zo snel mogelijk veilig zijn en misschien wel meer. En natuurlijk echt lekker met carnaval nu op de stoep. Ik vond het de eerste helft bagger, tweede helft beter. Ook van jou. Achter de spitsen toch iets fijner, denk ik. Hè? Voel je net wat lekkerder. Ja, goed. De eerste helft was gewoon een hele een bagger eerste helft. En dat kunstgras is lastig. We hadden veel last van de wind en we speelden gewoon niet goed. En op een of andere manier, de tweede helft ging het ietsje beter. Het was nog geen fantastische wedstrijd, maar we maken twee goals en we winnen hier. Dus dat is hartstikke belangrijk. Ik zag jou. Ik dacht onbewust een beetje terug in die interviews met Kuyt, met Hendricks. Dat gemekken over de reservebank. En ik dacht, jij bent gewoon een fatsoenlijke kerel. Nooit gemekkerd. Gewoon blijven werken en rustig wachten en zie daar. Het is er weer. Je bent weer van waarde. Dankjewel. Ja, vorige week met een goaltje tegen AZ. Nu met eigenlijk het slot op de deur. Natuurlijk is het nog niet helemaal veilig dan, dat weet je wel. Maar je weet wel, 2-0 voorsprong heb je een marge in ieder geval. En ik hou van voetbal en ik zal altijd mijn best blijven doen. En ik ben gewoon heel trots en blij dat ik mezelf nu terugknok. En, dat je kalm bleef, is dat ook, is dat je karakter? Heeft het geen zin om op te gaan schreeuwen? Nee, en goed, ik denk dat ik het beste gewoon dit kan doen. Hard werken, goaltjes maken en zoals vandaag dan winnen we. Dat is gewoon, komt alles samen, is heel mooi. Je weet wat een voetballer doet, hè, als hij een carnavalsweekend een 3 punten pakt. Veel bier drinken, denk ik. Dat gaat gebeuren. Dat gaat zeker gebeuren, ja.